Frederik Nieuwland, aanvoerster van Excelsior Barendrecht de dames. 2-0 winst van ADO Den Haag. Dat voelt lekker. Zo, heerlijk. Heerlijk, echt. Zeker omdat het een oude club is. Oh, heerlijk gewoon. Vorig seizoen eindigden jullie stijf onderaan en dat begin je gelijk aan de eerste wedstrijd van de competitie met een overwinning. Ja, wat is het dan anders ten opzichte van vorig seizoen? Sowieso zijn er een aantal meiden bijgekomen en we hebben gewoon heel goede voorbereiding gedraaid. We hebben eigenlijk gewoon van de jongens alleen verloren op fysiek. Voor de rest gewoon heel goed gespeeld, een hele goede voorbereiding. Dus ja, ik denk dat het daaraan ligt. Ja, sterker nog, vorig jaar verlies je 5 keer van ditzelfde ADO en nu ineens loop je winnend met 2-0 weg. Wat is er dan anders in zo'n team? Ik denk, gewoon sowieso de speelsters die zijn gekomen. Kwaliteit is omhoog, veel betere voorbereiding, alles. Het is zo'n leuke groep en zonder dit groepsgevoel hadden we het niet kunnen doen. En met de staf uiteraard. Ja, wat maakt deze groep zo leuk? Ja, iedereen is zo hecht met elkaar en weet je, we willen allemaal één ding en dat is gewoon winnen. Dus als je allemaal één doel hebt, dan komt het goed. Ja, en hoe voelt het om eindelijk een keer te winnen? Vorig seizoen elke keer met lege handen. Wat doet dat met de mens? Ik ben zo blij. Oh, het voelt zo heerlijk, echt. Oh, niet normaal. Niet normaal, ja. Het doet heel veel hoor. Maar... Ja, jullie begonnen de wedstrijd de eerste paar minuten niet al te best. Maar uiteindelijk dan toch dan scoor je die 1-0. Wat gebeurt er dan met een team? Ja, dan krijg je zoveel meer energie. Je ziet gewoon die kopjes weer omhoog gaan en gewoon blijven gaan. En dan vliegt ook nog de 2-0 erin en dan weet je, tuurlijk, je mag niet je kopje laten hangen, maar je weet, deze gaan we binnenslepen. Leuk. Laten we dan maar gelijk eventjes doorfilosoferen. Je wint vandaag 2-0. Ja, wat zijn jullie doelstellingen voor de rest van dit seizoen? Winnen. We kijken per wedstrijd. Elke wedstrijd moeten we winnen. En zo zijn we erin gegaan en zo gaan we ook het seizoen afmaken. Ja, ik kan me zo voorstellen dat jullie ook zeggen met elkaar, hè? We hebben een doelstelling, we willen bij de eerste 5 eindigen of... Is die er? Nee, we hebben gewoon eigenlijk gezegd dat we per wedstrijd kijken en we moeten gewoon elke wedstrijd winnen en dan zien we wel verder. Doelstelling. Natuurlijk moet je een doelstelling hebben, maar dat komt later wel. Nu is het veel te vroeg in het seizoen. Gefeliciteerd. Dankjewel.